Maar in de tussentijd zit tegenover mij kunstverzamelaar Bert Kreuk. Deze week verschijnt zijn boek Art Flipper. Een terugblik op een leven dat op het eerste gezicht nogal wat gelijkenis vertoont met een Amerikaans succesverhaal. Van krantenjongen tot miljonair, u kent dat fenomeen. Maar daarnaast werpt Kreuk een fikse hoeveelheid knuppels in even zoveel hoenderhokken. Hebzucht, geld, heigerige veilingen en duistere praktijken. Het komt allemaal langs in Art Flipper. Wanneer wordt kunst louter handel, vraag je je af. En hoe werkt die handel dan weer in op de kunst? Bert Kreuk haalde de afgelopen jaren meerdere malen de media, onder meer met de geruchtmakende rechtszaak tegen kunstenaar Den Foe. En dankzij de aanschaf van de fameuze D-Day-vlag. Een voorwerp dat eigenlijk niet binnen zijn inmiddels reusachtige kunstcollectie past, maar dat wel heel veel lijkt te zeggen over zijn manier van denken en handelen. De vlag als symbool voor hoe vrijheid bevochten moet worden. En een voorwerp dat hem er steeds weer aan herinnert, vermoed ik, wat er precies voor nodig is om van de ene wereld in de andere te komen. Bert, welkom. Dankjewel. Ja, die vlag, dat is een eigenlijk iets wat niet direct samenhangt met je kunstcollectie. En tegelijkertijd vond ik juist heel sterk. Omdat het gaat om een verhaal, om een context en hoe dat een rol speelt, om emoties. De dag dat je die vlag aankocht, kun je die dag beschrijven? Nou, dat was een hele bijzondere dag. Ik was toen in mijn huis in Zwitserland. En mijn oom was daarbij. Mijn oom die mij van jongs af aan onder zijn hoede heeft genomen. En het kwam in veiling. En ik had van tevoren me voorgenomen om die vlag te bemachtigen. Dus ik wist dat ik ermee zou eindigen. Dus dat is wel bijzonder, hè, dat je iets koopt waarvan je weet dat je het gaat bezitten. Maar vooral de bijzonderheid is dat ik mijn Amerikaanse droom, om het zo te zeggen, heb kunnen waarmaken in dat land waar de mensen die voor die vrijheid vochten en waar die vlag het laatste symbool voor is geweest, die ze waarschijnlijk op Normandië hebben gezien. Dat die mensen uit dat land kwamen waar ik mijn droom heb kunnen waarmaken, dankzij hun bevochten vrijheid voor ons. En dat voelde dubbel en dat was emotioneel. En die emotie heb ik nooit eerder meegemaakt met een kunstwerk. Want als je een kunstwerk koopt, dan besef je dat er altijd wel weer een ander kunstwerk komt. Maar er is maar één eerste D-Day-vlag. En dat was op dat moment. En dus die emoties schierden wel door mijn keel. Terwijl ik heel erg nuchter ben. En in de loop der tijd wel heel veel gekocht heb in veilingen. Dus veilingen doen me niet zo gek veel meer. Maar deze veiling wel. Het was een telefonische situatie. Dan zijn er dus een heleboel bieders. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar dat is hoe ik me voorstel, is dat overal ter wereld dus mensen aan de lijn hangen. Met een nummer. Wat is dan je tactiek? Want je zei net, ik wist dat ik hem zou krijgen. Ik wist dat ik er mee zou eindigen. Ja. Dat is nogal wat trouwens, ja, om dat te weten. Dat weet je. Ja. Kijk, het punt is, de vlag die, ik vond de vlag, ja, het is natuurlijk een hoop geld. Maar ik wist dat die te laag ingezet was en dat ik bereid was om meer te betalen. En dat trekt natuurlijk een hoop mensen aan. De goedkope prijs trekt een hoop mensen aan. Ook een hoop mensen die niet serieus zijn. Maar op een gegeven moment doe je biedingen. Je laat ze snel achter elkaar lopen om te laten merken dat je geïnteresseerd bent. Op een bepaald moment ga je weer wat langzamer bieden. Dus het is een bepaald tactisch spel wat je speelt. Maar aan de ene kant wist ik in dat tactische spel wel dat ik het zo speelde dat ik die vlag ging kopen. En ook bereid was om daar een goede prijs voor te betalen. De geschiedenis van die vlag, is de vlag ook aan te zien? Ja, klopt. Ja. Even voor het verhaal, wat is de geschiedenis van deze specifieke vlag? De geschiedenis van deze vlag is dat hij in het bezit was 70 jaar lang van iemand die een van de leidende boten kapitein was. En die als eerste de vloot naar de Normandische kusten begeleidde. Dus het was eigenlijk de eerste boot die aankwam en daar was hij op gehezen. En dit was een Nederlander, was iemand van Nederlandse afkomst. En die heeft hem 70 jaar lang in zijn bezit gehad. Hij overleed een paar jaar geleden en zijn familie hebben hem geveild. Dat hebben ze gedaan in Dallas in een klein veilinghuis. Dus dat is al opmerkelijk, want als je zo'n belangrijke vlag verkoopt, dan zou je verwachten dat dat in New York gebeurde. Maar dat gebeurde niet. En vanwege mijn contacten binnen de kunstwereld wist ik dat hij te koop was. En dat ik hem, ik werd op de hoogte gesteld daarvan. En zodoende ben ik gaan bieden. En heb ik hem uiteindelijk gekregen.
Het is niet een gebruikelijke aanschaf. Het is ook geen gebruikelijke. Er zijn er niet meer van. Het is een uniek voorwerp. Maar als jij zegt, ik ben normaal heel nuchter. En in dit geval was ik emotioneel. Waar zat die emotie vandaan? Die emotie zat hem vooral in het feit dat binnen onze familie, zeg maar, tijdens de bombardementen in 1940, familieleden zijn omgekomen. En een ander familielid is daardoor zijn vrouw kwijtgeraakt. Die is naar Engeland gegaan. En die is daar op de koopvaardij gaan varen. Ter bevoorrading van Engeland, vanuit Amerika vandaan. En die is zelf 2 keer getorpedeerd. Die is doorgegaan. Dat is iemand die uit Rotterdam kwam. Dus niet lullen, maar poetsen, doorgaan. En uiteindelijk is die in Engeland blijven wonen. Dus er zit een gelaagdheid in, emotie technisch, maar ook historisch gezien. En deze vlag, als je die ziet, daar zitten de kogelgaten nog in. Er zit het vuil van de motoren, van alles wat daar toen gebeurde, dat zie je aan die vlag af. Het is een gegravelde vlag. En voor mij had het ook iets van de emotie van dat een vlag die geveild wordt, zoveel emotie kan hebben. En als je dan ziet waar dat afzet tegen de hedendaagse kunst en opkomende kunst die soms gemaakt wordt. Ik praat over een bepaald deel van de kunstwereld die jonge kunstenaars maken, commercieel gezien. En dat de waarde van hun kunstwerken binnen een hele korte tijd meer doen dan deze vlag. Dan begin je af te vragen van waar liggen de verhoudingen en wat is ware betekenis? Een kunstwerk wat gemaakt is alleen maar om het doel om aan een vraag van de markt te voorzien, wat miljoenen moet kosten. En niet die emotie voor mij kan hebben die deze vlag wel heeft. Dat is bijzonder. En daarom heb ik hem ook op de voorkant van mijn boek gezet. En in een preg, zeg maar, in een relief. Zodat hij eigenlijk op het klatergoud, want er zit wat goud op de achterkant van het boek, op het klatergoud van de kunstwereld, waar het goud aan de onderkant een beetje af aan het komen was voor mij op een bepaald moment. En dus dat is ware betekenis. Ik vond die ware betekenis in deze vlag boven het klatergoud van de kunstwereld. En dat is eigenlijk de kast van het boek. Dat moment dat je dan te horen krijgt, jij hebt hem. Wat zegt zo'n mevrouw dan aan de telefoon? Die vrouw die was zelf niet helemaal gewend om hele dure kunstwerken te kopen. Die was zenuwachtiger dan jij. Ja, was zenuwachtiger dan ik. En die zat mij helemaal uit te leggen hoe een veiling werkte. Maar terwijl ik al 20 jaar veilingen doe, dus ik wist wel ongeveer hoe het werkte. Maar dat is prima natuurlijk. Ze verkopen als klein veilinghuis niet zo van deze dure voorwerpen. Dus die was zenuwachtig. En die wist eigenlijk op een gegeven moment ook niet dat ik hem had. Die zei, ja, I think it's yours, Beurs. I think it's yours. En ik denk, ja, dat weet ik, dat die van mij is. Maar dat was wel grappig. Het was een soort ontlading ook van de kant van het veilinghuis. En voor mij heel belangrijk dat ik hem had. En dan hang je op. Je zit daar met je oom. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Mijn oom die is ook erg nuchter. Dat is een nuchtere Rotterdammer. En die heb ik nog nooit zien huilen. Maar dat was de eerste keer dat ik hem heb zien huilen. En dat was een heel bijzonder emotioneel moment. En ik moest ook wel tegen mijn tranen vechten, hoor. Dus dat was wel iets heel bijzonders. Dat je op een gegeven moment een hele bepaalde ervaring in de kunstwereld achter de rug hebt. En dat je dan zoiets meemaakt op dat moment. Het is yin en yang, hè, zeg maar. Het is op een gegeven moment kan het verschillen in je leven. En ik was wel overweldigd van het moment. Ja. Het is uiteindelijk een rafelig lap textiel met gaten erin. Ja. Het gaat om kijken. Punt is, en dat is hetzelfde met een gerafeld doek. Hè. In de kunstwereld, en ik praat over de conceptuele kunst, gaat het ook over het concept. Over het idee wat je toedicht als kunstenaar aan een voorwerp. En dat is met dit werk ook. Maar tussen die twee zit een verschil. En dat is oprechtheid. Aan de ene kant, dit is oprecht. Je weet, er zijn slachtoffers voor gevallen voor deze vlag. Voor onze vrijheid. Dat staat. Dat is een historisch gegeven. Maar je moet nog maar afwachten in de kunstwereld bijvoorbeeld. In die conceptuele kunst. Of datgene wat gemaakt wordt, niet gemaakt is om onderscheidend te zijn.
omdat het nog niet eerder geprobeerd is, of dat het met de juiste oprechtheid is gemaakt. En steeds meer is mij gebleken, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, is dat die oprechtheid vaak ver te zoeken is. En dus je kan ware betekenis vinden wat je net zelf zegt, in een gerafeld doek. En dat dat belangrijker is dan een kunstwerk waar je eigenlijk ook een plezier van moet hebben. Een passie. Kunstverzamelen is mijn passie. Maar ik moet wel plezier hebben als het aan de muur hangt. En ik moet er wel een betekenis aan kunnen onttrekken. Kijk, als een kunstenaar zegt, ik heb dit zo en zo bedoeld. En later blijkt dat het helemaal een kulverhaal is. Ja, dan zak je broek af. En dat is mij meerdere malen gebeurd. En dat was ook zo bevrijdend op het moment dat ik deze vlag kocht. Een symbool van iets dat eigenlijk boven alle vragen verheven is. Klopt, ja. Ja, het heeft zich bewezen. En het is, met kunstverzamelen is ook zo. Als je terug kan kijken in de geschiedenis, dat is met deze vlag zo, dan weet je de betekenis. Dan kan je die betekenis, die kan je daar onttrekken. Maar, en dat is met kunst. Bijvoorbeeld, ik heb een vrij grote verzameling post-war kunst, jaren 60 kunst. En je kan terugkijkend, kan je daar een ware betekenis aan doen. Die mensen zijn oprecht bezig geweest, zijn vernieuwend bezig geweest, hebben grenzen opgezocht van wat op dat moment bekend was. Die gingen er overheen. En daarom hebben ze kunstgeschiedenis geschreven. Maar in hedendaagse kunst wordt te vaak gezocht naar iets wat nog niet gedaan is. Ik geef je een voorbeeld. Er is een kunstenaar die verft doet in een brandblusser, spuit het op een doek en noemt het dan de rain paintings. Nou, dat soort kulverhalen, daar word ik toch wel, daar word ik steeds moeier van als ik dat hoor. En dan gaat het niet meer om de gelaagdheid, maar dan gaat het om het volpompen van de markt met oneindig vol, eindeloze, inhoudsloze troep. En dat heb ik de laatste tijd, merk ik dat steeds meer en meer dat gebeurt. Het gaat niet meer om het overdragen het communiceren van een idee. Of het nou politiek is, sociaal is of zelfs persoonlijk is. Nee, het gaat steeds meer om onderscheidend te zijn. En daarom heb ik heel veel plezier aan die vlag. En minder plezier in bepaalde kunstwerken die ik van de hand heb gedaan. Als gevolg van het feit dat ik erachter kwam dat ze gewoon niet met de juiste oprechtheid zijn gemaakt. Het zijn grote woorden. Vrijheid is langs geweest 3 keer. En ook oprechtheid. Ja. Het zijn twee kernwoorden tot nu toe. Ja. Nou, die zaak met, je noemde net die zaak van Den Vaux, misschien komen we daar later nog over te spreken. Er zijn bepaalde dingen gebeurd en uiteindelijk, hij heeft een bepaalde toezegging gedaan, die is hij niet nagekomen. Ik heb een proces aangespannen, dat is not done in de kunstwereld. Maar ik vind dat een kunstenaar zich ook aan een afspraak moet houden. Dat kunnen ze van mij verwachten als verzamelaar. En ik vind dat ik dat ook van een kunstenaar mag verwachten. Nou goed, dat is not done. De kunstenaar heeft dat verloren en werd door de rechtbank alsnog gehouden om het kunstwerk te maken. Krijg je vervolgens een hele kul discussie over artistieke integriteit. Ja, integriteit in mijn ogen is niet het plegen van een wanprestatie. Maar goed, bij hun kennelijk wel. De rechter beoordeelt op datgene wat is afgesproken, waar 2 orde papieren over zijn, van wat de kunstenaar moet maken. Nou, die wordt eraan gehouden. En gaat vervolgens schreeuwen dat zijn artistieke integriteit in geding is. Terwijl wat de rechter besloot, als eindvonnis, dat het is wat hij had beloofd. Nou goed, en dan krijg je die artistieke integriteit discussie. Nou, dan maakte een bepaald voorstel. Uiteindelijk wilde hij niet aan zijn verplichtingen voldoen. Toen weer wel. En dan komt hij met een kunstwerk. En dat was Shove It Up Your Ass. Nou ja, goed. Iedereen lachen. De hele wereld legt blauw. Geweldig. Maar ja, het punt is, dat was net zo onoprecht dan wat hij op dat moment eerder dat hij eerder had gedaan. En op een gegeven moment wordt hij daarover ondervraagd. En dan krijg je de kulverhalen van de kunstwereld. En dan zegt hij van, ja, het was eigenlijk alleen om te shockeren. Het was helemaal niet serieus. Ik wilde ook maar een statement maken. Terwijl daarvoor de hele kunstwerk, hele discussies over gaande waren. Hoe briljant deze kunstenaar wel niet was om dat voorstel te doen van Shove It Up Your Ass. Terwijl hij zelf toegeeft dat het helemaal niet serieus is. Kijk, en dat soort kulverhalen, daar hak ik wel even genoeg van. En ja, dus ik was eventjes klaar met een bepaald deel van die kunstwereld. Het opvallende aan de zaak waar je nu aan refereert, dat is ontzettend in de media geweest. Ja.
ik heb daar deze week over nagedacht. En toen realiseerde ik me, het gebeurt gewoon vrij weinig. Dat kunstenaars in die zin strikt genomen gehouden worden aan een overeenkomst. Omdat daar altijd iets boven staat. Je kunt namelijk iemand niet betalen om een trucje te doen, dan is het per definitie geen kunst meer. Tegelijkertijd werken natuurlijk heel veel kunstenaars in opdracht. Dat mecenaat is een ontzettend oude constructie. Dat is al vanuit de Romeinse tijd werkt dat. Het is een heel gevoelig gebied. En ik denk dat mensen het ook heel naar vonden om geconfronteerd te worden met iemand die dan zegt, ja, luister eens, jij bent een kunstenaar, maar jij moet je nog steeds houden aan een overeenkomst. Ik begrijp niet waar die narigheid vandaan komt. Kijk, ik denk dat als jij en ik worden gehouden om ons te houden aan afspraken, waarom zou dat bij een kunstenaar anders zijn? Daarbuiten ging het hier om een commission work waarin hij zichzelf heeft ingezet om iets te maken wat niet uit zijn standaard praktijk kwam, maar dat hij zich liet inspireren door de ruimte. Kijk, en als jij hij zegt, zou een beeldvullend werk maken. Ja, zou een beeldvullend werk maken met een zaal. Hij koos de grootste zaal in de tentoonstelling. Ja, je moet groot denken, dacht hij waarschijnlijk. En nou prima, hij ontnam de mogelijkheid van andere kunstenaars om diezelfde ruimte te exposeren. Zaal 38. Zaal 38, ja. Zou ook mijn titel ook kunnen heten van mijn boek. Ja, met het daglicht. Nee, maar hij ontnam die andere kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren. Nou, dat is prima. Mag ik dan verwachten dat je dan je afspraak nakomt? Zeker wanneer je te maken hebt met een publieke instituut zoals het gemeentemuseum. Van zo'n gemeentemuseum, ja, ik kan dat gemeentemuseum niet aandoen dat er zeggen, ja, nou leuk hoor, die zaal, want ik was co-curator van die tentoonstelling, dat dan op een gegeven moment die tentoonstelling leeg blijft in de grootste zaal. En ja, daar dacht hij heel anders over. En als je dan erachter komt dat zo'n werk een paar maanden later, en dan een heel vergelijkbaar werk, hè, waarvan hij zegt dat niet hetzelfde werk is, maar dat het dan verkocht wordt in een commerciële tentoonstelling in Mexico voor meer geld, dan weet je dat het uiteindelijk toch weer om geld neerkomt. Maar nog even terug te komen naar dat commissiewerk. Kijk, als een kunstenaar zich laat inspireren door een ruimte en ook een bepaalde visie in het gebouw laat meewegen, dan is er altijd een beperking aan die artistieke vrijheid. Ik zeg dan, als kunstenaar moet je dan niet een commissiewerk willen accepteren. Bij voorbaat niet. Van je laat je altijd beperken in je artistieke vrijheid. Al was het maar de ruimte waar je in het maakt. Hè? De grootte van de ruimte, het gebouw en datgene. Ik heb ook niet gezegd wat hij moest maken. Dat was helemaal aan hemzelf. Nou, als je dan de rechter zegt van, nou, wat je dat toen zou maken, Amerikaanse vlaggen waren dat ook, dozen van Amerikaanse vlaggen op de muur en in de lucht, daar veroordeel ik je voor, dan vind ik dat een hele normale uitspraak. En dan begrijp ik niet die discussie van die artistieke integriteit, moet ik eerlijk zeggen. Want dat punt ben je dan al voorbij nadat je, zeg maar, zo'n commissiewerk accepteert. Voelde je je beschadigd door die kwestie? Aangetast? Ik persoonlijk? Ik ben niet zo gauw persoonlijk aangetast. Wat anderen vinden van mij is aan hun. Dus ik kan alleen maar mijn verhaal zo eerlijk mogelijk vertellen. En ik laat me leiden door mezelf en door mijn eigen passie. Ik verzamel voorwege het feit dat ik leuke dingen wil verzamelen en leuke dingen aan de muur wil hebben. En wat een ander van mij vindt is vaak gewoon irrelevant. Want wat mensen van je vinden heeft vaak te maken met eigen belang. En dat is niet zelden een commercieel belang. In het geval van Den Vaux begonnen zijn galeries van alles en nog wat te roepen. Artflipper onder andere. Dat was, dan word je bestempeld als iemand die niet serieus kunst verzamelt. Alleen maar verzamelt om het weer snel te verkopen. Artflipper. Nou ja, goed. Ik zou in eerste instantie vragen van, wat is je eigen functie als je een gallery bent? Dat gaat over flippen van art. Maar goed, het punt is, maar dat excuus werd ook aan mij toegemeten. 11 maanden, want het ging om een paar verkopen bij Sotheby's in november van 2013. Terwijl de afspraak met hem dateert van januari 2013. Dus het is een achteraf excuus. Het is 11 maanden later verzonnen om mij, nadat hij geweest is door de rechtbank op zijn wanprestatie, om geloofwaardigheid te geven aan zijn wanprestatie. Dus het heeft met beeldvorming te maken. En dat beeldvorming, dat is allemaal, als dat niet binnen een bepaalde context gebeurt, dan
ja, zal ik mij, dat zeg ik altijd, maar dat zal mij echt een reet roesten. Wat ze van mij vinden en hoe ze mij willen bestempelen. Kijk, Art Flipper is een signaal naar de kunstwereld om te zeggen van, ja, die meneer, die moet je geen kunst meer leveren. Maar het zijn diezelfde mensen die publiekelijk zeggen dat ze geen kunst meer aan me leveren, maar ondertussen wel aan mij kunst verkopen en zeggen tegen mijn bed, je begrijpt toch wel, hè, dat ik het publiekelijk moet me conformeren aan het systeem. Het systeem. En ja, dat is die dubbelheid. Dat is die hypocrisie die je vaak in een bepaald gedeelte van die kunst weer terugvindt. Ja, en daar laat ik me echt niet door leiden. En bovendien, als ik kunstwerken wil kopen, kom ik er gewoon aan. Want kijk, in de kunstwereld word je vaak onderverdeeld. Er is een onderverdeling tussen goede verzamelaars en slechte verzamelaars. Die goede verzamelaars krijgen toegang. Maar diezelfde goede verzamelaars staan bij de opening van een galeryopening mij te appen. Van, hey, welke kleur wil je hebben? Welke wil je hebben, Bert? Nou, ik heb het echt overmorgen in huis, hoor. Als ik een kunstwerk wil hebben van die gallery die zegt aan mij niet te verkopen. En dat is ook hypocrisie. Maar goed, ik loop er al 20 jaar in rond. En ik begrijp al ongeveer hoe de hazen lopen. Alleen de laatste tijd is het met die hedendaagse kunst, daar komt een extra gelaagdheid bij kijken. Als het gaat over manipulerende zaken om kunst te kunnen en mogen kopen. Daar komt het vaak neer op het feit dat je bepaalde concessies moet doen aan galleries. He, om de zogenaamde de wachtlijsten die ze creëren. Dat zijn veelal gewoon schijnwachtlijsten. En die wachtlijsten worden gemaakt om zoveel mogelijk concessies te krijgen van verzamelaars. He, ben je bereid om een boek bijvoorbeeld bij zo'n uitgave van een tentoonstelling te betalen? Of wil jij de tentoonstelling helemaal betalen? Dan kom je hoog op die wachtlijst. Dus het is eigenlijk een soort afpersmiddel, zo'n schijnwachtlijst. En dat is heel gebruikelijk in de kunstwereld, kan blijkbaar, althans in de hedendaagse kunstwereld, waarbij de belangen van de gallery niet zelden groter is dan die van de kunstenaar. Het gaat al lang niet meer over de kunst en over die van de kunstenaar. Nee, het gaat om het belang van die gallery. Die moet gewoon verdienen, zodat hij weer ergens anders een dependance kan openen. Maar als ik jou zo hoor, dan vraag ik me toch af, is de handel in kunst nou wezenlijk anders dan de handel in bordkarton? Bananen in sportsokken. Ik denk het wel. Het klinkt zo liefdeloos. Het klinkt zo verbeeldingsloos. En dat gaat mijn boek juist precies over. Mijn boek gaat over het feit dat iedereen denkt dat iedereen heeft het idee dat dat kunstverzamelen over het romantische idee gaat van, oh, je koopt het voor de passie. Maar er gaat een keiharde business achter schuil. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dingen meemaakte in de kunstwereld die ik niet meegemaakt heb in mijn zakenleven. En weet je hoe dat komt? Dat komt omdat die ongereguleerd is. Als je nu bedenkt dat als jij een kunstwerk koopt, dan kan het kunstwerk zijn van miljoenen, dan is een factuurtje jouw eigendomsbewijs. En dat gaat helemaal niet over contracten. Er wordt geen contract gemaakt. Dus die hele wereld van die kunstwereld is heel ongereguleerd. En dat willen ze vooral zo houden. Want binnen die kunstwereld heb je een status quo waar mensen en die galleries lekker aan verdienen. Dus vooral niet veranderen. En dan heb je niet te veel van die open Rotterdammers nodig, zoals Bert Kreuk, die daar heel zelfstandig in zijn. En zich niet laten manipuleren en zich niet laten intimideren om te voldoen aan die schijnwachtlijsten en antidateringen van kunst en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik met mijn boek, en ik denk dat dat de ontnuchtering is van het hele verhaal, wat er, en de verbazing is ook, dat niemand dacht dat deze kunstwereld zo erg ging over geld. En dat gaat hij wel. En dat was voor mij ook zelf ook een ontnuchterende constatering na verloop van tijd. Want ik heb altijd, in het verleden ben ik begonnen met impressionistische kunst. Nou, die worden verkocht door dealers. Hè. Die worden dealers genoemd. En dan ga je naar zo'n dealer toe en zeg je, joh, dat vind ik een mooi kunstwerk. Dat wil ik wel van je kopen. Nou, dan noemt hij de prijs en dan koop je het. Klaar, krijg je dat mee. Maar nu, met hedendaagse kunst, van kunstenaars, zeg maar primary kunst, van kunstenaars die leven. Ja, daar krijg je met een hele andere dingen te maken. Daar moet die kunstenaar, die moet voldoen aan bepaalde dingen. Het moet allemaal gepolst worden. Het hele verhaal moet gepolst worden. Het moet vooral verkoopbaar worden gemaakt. En ja, daar heb je met die schijnwachtlijst te maken. En dan worden dealers niet meer dealers genoemd, maar dan worden de galeristen genoemd. Alsof de functie van een galerist meer inhoudt dan een tussenpersoon zijn tussen de kunstenaar en verzamelaar. En ja, dat zo denkt die galerist daar wel over. En dan krijg je allemaal bepaalde excessen. Ja, waarvan mensen denken dat ze er niet waren. En ja, die lezen ze nu in mijn boek. En dat is ontnuchterend, denk ik, voor een hoop mensen. Nou, mensen zouden ook de conclusie kunnen trekken, dat je een gefrustreerde
man bent die niet mee mocht doen met de echte kunstliefhebbers, met de echte kunstkenners. Ja. En dat je nu zit te schoppen. Ja, nou ja, dat moeten ze vooral denken. Kijk, ik beschrijf mijn ervaringen en ik wil graag gaan over mijn eigen ervaringen. Zelfs bepaalde mensen die nu gaan schrijven over... Kijk, het punt is niks zo voorspelbaar als de reacties... En de vooringenomenheid van de kunstwereld. Dus ik zie het al lang aankomen. Ik ben zo'n 10 stappen voor. Wat er nu gaat gebeuren is precies diezelfde reactie. En je bent weer terug bij hoofdstuk 1 van mijn boek. Daar gaat het om. Het gaat om beeldvorming en perceptie. En als ze van mij willen denken dat ik gefrustreerd ben... Nou, dan moeten ze dat vooral denken. Dat interesseert me echt nogmaals geen reet. Maar... ik denk dat er niemand zo gepassioneerd is in kunst als ik. Want ik koop kunst. En als ik. Kijk, het punt is, als ik tot ontdekking kom dat ik een kunstwerk kan kopen van een kunstenaar wat beter is dan datgene wat ik in mijn collectie heb, dan ben ik er open over. Ik verzamel niet in diepte, zeg maar. Dat heet diepteverzameling. Ik wil niet te veel van een bepaalde kunstenaar hebben, maar ik wil wel het beste werk van de kunstenaar hebben. Nou, dan verkoop ik het werk wat ik vind dat slecht is. En dan koop ik een beter werk. Op die manier krijg je een topcollectie. Ja, dan krijg je een topcollectie. Ja, en als je dan een Mickey Mouse collectie wil houden, dan moet je vooral die slechte werken in je collectie houden. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik wil gewoon de beste werken hebben. Ja. Waarom? Nou ja, dat is mijn streven. Ja, ik ben dus open over het feit dat je af en toe ook een kunstwerk verkoopt. Nou ja, daar ben ik altijd open over geweest. En daar is niet iedereen open over. Mijn collega kunstverzamelaars, die zijn er niet open over. Juist omdat ze bang zijn voor artflippen. Maar aan de voordeur zeggen ze dat ze niet verkopen. Maar aan de achterdeur staan ze containers met kunst naar buiten te zeulen. En dat koop ik dan weer. We gaan het er straks verder over hebben. En ook waar deze passie bij jou vandaan komt, waar dat begonnen is. Tegenover mij zit nog altijd even monter kunstverzamelaar Bert Kreuk. En aanleiding is Art Flipper. Het boek waarin hij onder meer de hebzucht en het bedrog in de kunstwereld beschrijft. En voor het nieuws hebben we het al even gehad over de D-Day-vlag, over de rechtszaak met Dan Foe en over, ja, toch ook wel jouw onthutsende beeld van de kunstwereld. Om dat goed te begrijpen, want daar gaat het natuurlijk ook over in zo'n leven waarin je jezelf steeds dingen bijleert, waarin je de kunstwereld induikt eigenlijk als een buitenstaander en je daar steeds verder in specialiseert. Dan gaat het ook over het hebben van controle. Ja. En dat merk ik ook in de manier waarop je spreekt. Je bent ontzettend geneigd om alles tegelijkertijd te overzien. Hmm. En daar ook de regie over te houden. Het gaat jou niet gebeuren dat iets jou ontgaat. Heb je dat altijd gehad? Ja, dat heb ik altijd gehad, ja. Ik heb, als ik dingen zou laten ontglippen of dingen niet zou hebben overzien in mijn zaken, dan had ik hier nu niet gezeten. Dus ik ben altijd wel in controle geweest. En voor wat betreft het kunst verzamelen, als je niet in controle bent. En ik kom nog even heel snel terug op die proces. Dat is een van de excuses geweest. Er waren tientallen excuses waarom die zogenaamd gewoon presteerd had. Maar een van de excuses was, ja, die Bert Kreuk is maar autodidact. Toen denk ik van autodidact, wat is daar verkeerd aan autodidact? En toen begon ik me te beseffen dat ik denk dat je een kunstwerk, dat je via een autodidact zijn met kunst verzamelen, het heeft met passie te maken. En iedere verzamelaar komt tot een ook verschillende visie wat hij in zijn collectie wil hebben. Maar omdat ik me verdiept heb in die kunst, en daar komt die controle vandaan, ik wil begrijpen waar kunst over gaat. Ik wil weten waar die kunstenaar het over heeft. En daar besteed ik heel veel tijd aan. Op een bepaald moment was het zelfs zo dat ik 7 uur per dag zat te studeren aan kunst. Juist omdat ik je kunstenaar wilde begrijpen. En ik wilde controle houden over wat hij waar zijn kunstwerk over ging. Anders ik dat niet had, dan had ik ook niet kunnen beoordelen welk werk beter is dan het andere. En dan beter is natuurlijk een heel subjectief begrip. Maar bij mij gaat het erom dat een kunstwerk beter aansluit bij het idee en het concept wat hij wil uitdragen. Als ik vind dat er op een gegeven moment een bepaald kunstwerk beter is dan wat hij eerder gedaan heeft, dan koop ik dat. Maar je moet door bestudering en door in controle te blijven, kan je alleen maar tot het beste resultaat komen. Ook in kunst verzamelen. En zeker in zaken doen.
Niemand heeft mij vroeger zeg maar een zilveren schaal aangereikt met mijn droom erop. Nee, die moest ik zelf bereiken. Dat overkomt je niet. Succes bereik je. En daar moet je heel veel voor opgeven. En als je heel veel voor opgeeft, nou, dan kan je beter meer in controle blijven en zorgen dat je dat doel bereikt. En ja, zo zit ik in elkaar. Ik ben altijd iemand van de rechte weg. Hè. De snelste weg van A naar B is toch altijd een rechte lijn. En ik ben vrij doelgericht. En om dat te zijn, moet je denk ik wel in controle zijn. En wat voor gezin kom jij? Een gezin met totaal 5 kinderen. Middelbaar of zeg maar modaal gezin. En, hing er wat leuks aan de muur? Nee, niets. Niets, nee. Ik heb wat kunst heb ik van huis uit niet meegekregen. Het is een oom die mij zeg maar meenam voor de eerste keer naar een museum. En daardoor ben ik in contact gekomen met kunst. Maar van huis uit heb ik geen enkele kunstbeleving meegekregen. Wat kreeg je wel mee? Ja, dat was een... toch wel proberen niet ten onder te gaan. Je proberen jezelf staande te houden. Het was meer een kwestie van overleven. Zo voelde ik dat hoor. En misschien is dat ook wel een goede leerschool geweest voor de rest van mijn leven. Dus op dat gebied... Maar een kwestie van overleven, hoe zag dat eruit als je thuis was? Nou ja, ik wil er misschien niet al te veel over zeggen. Maar goed, het is een gezin waar mijn vader toch wel heel erg dominant was. En dat is dan een eufemisme. En die had op bepaalde momenten ook een hele negatieve sfeer op de rest van het gezin. En als je daarin groot wordt gebracht, dan moet je toch wel sterk in je schoenen staan. En als kind, denk ik, om daar jezelf uit te vechten. En ik heb het geluk gehad dat ik een oom heb gehad die het, die het beste uit mezelf heeft laten komen. Maar een hoop... een hoop kinderen die in dezelfde vergelijkbare situatie zitten, die hebben dat vangnet niet. En dat is de reden ook waarom ik alle opbrengst van het boek schenk aan jeugdzorg en aan instellingen ter behoeve van jeugd en jongeren die net weer even in het dip zitten en die dat net kunnen gebruiken om verder te kunnen. Dus op die manier kan ik daar een positieve bijdrage aan leveren. Maar het heeft te maken ook met mijn eigen verleden. Hey, maar nogmaals, ik had het geluk om een vangnet te hebben. Maar niet veel mensen hebben dat vangnet. En je moet vrij sterk in je schoenen staan. Het heeft me geestelijk wel heel erg sterk gemaakt, mijn jeugd. Je beschrijft in je boek, en dat vond ik, dat bleef me heel erg bij, een vliegengordijn. Ja, ja. Ja, dat beeld zit nog voor me, ja. Ja, het is een bepaalde situatie die je thuis had, waar je moeder zeg maar ongelukkig aan een teukentafel zit door een vliegengordijn heen. En dat beeld van de vliegengordijn heb ik de rest van mijn leven niet meer uit mijn gedachten kunnen krijgen. Wat was dat? Wat betekende dat voor jou, dat beeld? Nou, dat beeld betekende dat eigenlijk een soort het geluk werd buitengehouden. Het was de bedoeling om de vliegen buiten te houden, maar het leek meer dat het geluk buiten bleef. En dat beeld van dat je moeder ongelukkig aan een keukentafel ziet, dat is als kind niet leuk om mee te maken. En dat zag je dan door zo'n vliegengordijn heen. Van mij woonde in een landelijk gebied, hè, waar weilanden omheen waren met een hoop vliegen. Ja, en dan als je die kringen nog ziet, die vliegenstroken, dan denk ik weer aan die gegevens. Hè, aan dat verleden van mijn jeugd. Ja, en dat heb ik weer achter me willen laten. En dat is daarom ik ook, denk ook zo gedreven ben. Ik ben op mijn 18e ben ik het huis verlaten. En sinds die tijd ben ik gaan rennen naar mijn doel. En ik ren nog steeds. Dus ik denk en je wil niet omkijken? Nee, klopt. Ik kijk niet om, nee. Ik ben te doelgericht en ik ben te veel bezig met de toekomst en niet met het verleden. Het verleden ligt achter me en dat wil ik ook gewoon achter me laten. En daar niet te veel meer naar terugkijken. Nou, ik heb ook het gevoel, zeker omdat jij net... We hadden het net over controle houden en... zorgen dat je sterk staat in alle opzichten. Je eigen kennis opvijzen. Zelf beslissingen nemen. En wat je nu beschrijft met een ongelukkige moeder. En toch een tiran van een vader. Als ik het even wat minder eufemistisch mag uitdrukken. Ja. Een man met losse handjes. Ja, dat is natuurlijk een situatie waarin je geen controle had. Waarin je niet kon bepalen. Waarin je
Nee, dat is een heel machteloos gevoel. En dat machteloze gevoel, dat wil ik nooit meer meemaken. En dat is ook, denk ik, waarom ik zo in controle ben. Maar daar, dat is denk ik ook een verklaring van waarom ik zo zelfstandig ben in die kunstwereld. En daar ik me niet laat piepelen of laat manipuleren of laat intimideren, chanteren. Het gebeurt allemaal. Ik ben zelfs bedreigd tijdens die... Ik ben 3 dagen niet bij, ik ben niet bijgekomen van het lachen. Ik bedoel, ik ben niet zo snel te intimideren. Dus ik denk, en dat is ook de reden waarom ik het boek geschreven heb, dat ik zo, zoals ik het geschreven heb. Je moet het eerste gedeelte begrijpen hoe ik uit die jeugd ben voorgekomen. En hoe gedreven ik ben. En hoe sterk ik denk redelijk in mijn schoenen staat. Om ook mijn manier van verzamelen te kunnen begrijpen. En ook het feit dat ik daar heel los in sta. Kijk, ik hoop mensen zien dat hele kunst verzamelen als een soort sociale bijeenkomst. En daar willen ze graag in gezien worden in die sociale wereld. Ik niet. Ik juist niet. Ik zit in die kunstwereld om kunst te kopen, maar thuis heb ik me er nooit gevoeld. En het is. Zou je dat wel willen, dat thuis voelen? Want in de kunstwereld? Nee, absoluut niet. Betekent namelijk ook een vorm van overgave. Als je ergens banden aangaat, als je ergens, dan geef je een over, dan gaat de waakzaamheid gaat een beetje zakken. Klopt, ja. Maar ik geef me nergens aan over. Ik zeker niet aan de kunstwereld. Van als jij je kunst aan de kunstwereld overgeeft, dan sta je morgen in je blote reet buiten. Dus nee, dat overgeven aan de kunstwereld, nee, dat moet je niet doen. Dat is een slecht advies voor iedereen die kunst gaat verzamelen. Echt, niet overgeven. Nee, vooral je eigen mening en vooral je eigen doel blijft volgen. Maar dat is met alles in het leven. Als je een bepaald doel hebt, of je wil een kunstwerk kopen, ga ervoor en doe het zelf. Want van een ander kan je niet op aan. Er zijn zo, die hebben vaak het advies om het iets niet te doen. Alleen zelf, voor jezelf kan je de motivatie opbrengen en de reden opbrengen om iets wel te doen. En dat heeft ook met je geschiedenis te maken. Natuurlijk, dat zit in je. Die gedrevenheid zit in je, dat komt ergens vandaan. Maar je moet vooral in jezelf geloven. En dat heb ik gehad. En dat heeft me geen windeieren gelegd in de zin van dat ik nu een gelukkig leven heb. Ik ben financieel onafhankelijk. Dus per saldo ben je dan al een vreemde eend in de bijt in de kunstwereld. Hè? Dat je niet afhankelijk bent van in wezen. Je kan zeggen van die kunstwereld over de toegang tot kunstwerk. Maar het is nog altijd zo dat ze afhankelijk zijn van mij. Die kunstwereld zijn afhankelijk van pinautomaten. En dat ben ik. Ik ben een pinautomaat voor de kunstwereld. En die afhankelijkheid is dus niet andersom. En dat heb ik altijd zo willen hebben. Laat een ander maar, dat klinkt heel onvriendelijk, maar laat een ander van mij afhankelijk zijn, maar ik niet van de ander. Zeker waar het gaat, waar die andere geld moet verdienen aan mij. En dan wil ik graag een controle. Maar is dat nog een keuze die je maakt? Onafhankelijk zijn? Of is het... Het gaat automatisch. Is het ook zo dat je niks anders kan? Ik kan niet anders. Nee, het is je instelling. Ik bedoel, als je niks aan toeval overlaat en je staat vrij zelfstandig en sterk in je schoenen, dan is dat iets wat je... dat is geen keuze. Dat is gewoon, je bent zo. Maar het is ook een vorm van eenzaamheid. In relaties, in vriendschappen, als je Ik heb voor mijn doelen wel heel veel op moeten geven. Dat is zo, ja. Ik heb daar alles voor over gehad. Maar dat had meer te maken met het feit dat ik een bepaald doel had gesteld. En die ook wilde bereiken. En Kon niemand tussen komen? Daar kon niemand tussen komen, nee. Zelfs geen relaties, niets. Nee, daar was ik heel erg gedreven in. Maar dan ben je ook alleen, Bert. Nee hoor. Ik heb genoeg prettige vrienden en mensen om me heen. Maar in de klassieke zin Maar hoeveel vertrouw je er? Echt, als het er echt op aankomt, hoeveel vertrouw je er? Die daar zit. Je oom? Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, vriendschap vind ik altijd zo'n heel moeilijk woord. Wat is vriendschap? Als je een hele goede kennis hebt of iemand waar je heel plezierig mee omgaat, is dat een vriend? Ja, ik weet niet. Ik vind dat heel, heel moeilijk te definiëren. Wat is de definitie van vriendschap? Maar dat betekent niet dat ik alleenig ben of zo. Ik ben geen zielenpoot of zo. Nee, ik voel me zeer gelukkig. En ik heb heel veel mensen om me heen waar ik plezierig mee omgaat. Maar ja, vriendschappen, ja, ik denk dat ik er maar één heb. En waar je echt 100% op vertrouwt. En maar ik voel dat niet als een soort gemis of zo. Nou, oom is jouw redding geweest in veel opzichten. Jullie hebben ongelooflijk veel tijd met elkaar doorgebracht. Ja. Je hebt veel van hem geleerd, veel aan hem te danken. We hebben nu eigenlijk over allerlei aspecten gepraat. We hebben het over rechtszaken gehad, we hebben het over de kunstwereld gehad, over je positie daarin. Maar wat ik nog mis, is het moment dat jij een werk ziet en ervoor valt. Mm-hmm. Er verliefd op wordt. Er moet toch ergens een
die ontmoeting tussen kunstwerk en koper. Uiteindelijk word je koper. Maar in beginsel ben je een kijker. Ja. Hoe ziet die ontmoeting eruit? Nou, die ontmoeting zit er. In principe, als je niet verliefd wordt op een kunstwerk, dan kan ik het niet kopen. Het gaat in principe om die passie. Als je passie ontbreekt, dan kan je geen kunst kopen. Want ik heb heel vaak, ik hoor van verzamelaars, vrienden van mij, die zeggen van mijn adviseur heeft het geadviseerd. Ik zeg, ja, maar je koopt toch zelf een kunstwerk? Het gaat toch om of je het zelf leuk vindt of je het zelf aan de muur wil hebben. Het hangt toch niet aan de muur van je adviseur? Ja, maar die hebben het geadviseerd. Ik zeg, ja, nou ja, prima. Dus sommigen stellen zichzelf niet de vraag van, hoe hangt het bij mij aan de muur? En dat is een hele cruciale vraag. En dat doe ik altijd wel. Bij elk kunstwerk vraag ik me af in hoeverre het over een jaar nog leuk is om naar te kijken. Gaat het vervelen bijvoorbeeld? Maar dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt. Ja, dus die passie die moet er zijn. En hoe kom ik met kunst in aanraking? Ja, dat is met galleries, met musea bezoeken en heel veel lezen. Is er één zo'n ontmoeting tussen een kunstwerk en jezelf die je herinnert? Een specifiek geval waarin je een ruimte binnenkomt, je ziet een werk en het... Nee, je bent geen huiler, dat was al duidelijk inmiddels. Nee, dus ik kan me niet voorstellen dat er nu een prachtige scène volgt waarin jij een pakhuis binnenloopt, iets, een installatie ziet en in tranen uitbarst. Maar er zijn zoveel ontmoetingen geweest tussen jou en kunst. Je collectie is echt vrij fors, zeker voor één persoon. Dus het is een enorme collectie. Zijn er momenten die bij zijn gebleven, waarbij je een werk voor het eerst zag? Nou, er is wel één wel die wel redelijk bij is gebleven. Dat is een Sigmar Polke. Ik denk dat dat één... Ja, ik denk dat het... Ja, dat mag je nooit van jezelf zeggen, maar ik denk dat het allerbeste is in privéhanden die nog beschikbaar is van Sigmar Polke. Er is een werk in de Hirschhorn Museum van Sigmar Polke, de Bunnies. Dat wordt gezien als het beste werk. Nou, ik denk dat dit verder bovenuit stijgt. Ja, toen ik dat zag, en dat was ook een hele rare ontmoeting, want ik kreeg dat aangeboden via een bevriende kunsthandelaar in New York. Waarvan ik dacht, ja, dat kan hij niet weten dat dat ergens bestaat. Nou ja, via wist hij dat dus wel. Ik kom bij een dealer terecht in Duitsland. Dat was een hele rare ontmoeting in Keulen. Ik moest me verzamelen ergens in een Hilton bar. En dat was allemaal heel schimmig. Dus ik denk, ja, waar moet dit eindigen? En klopt dit allemaal wel? Het was gewoon dat die meneer die het bezitte, die wilde niet weten dat hij het had. Maar hij had het direct gekocht van Sigmar Polke destijds. En hij was heel terughoudend. En na een omrit in Keulen kwam ik bij een flatje aan. En daar kom ik binnen. En daar zie ik dat werk hangen. Ja, ik had nog een heel slechte image, een zwart-wit image gezien van dat ding. Dus ik wist niet hoe het er echt uitzag. Maar toen ik het wel zag, toen viel ik wel echt van mijn stoel. Ja, dat was, kun je het beschrijven wat je zag? Nou ja, wat ik toen zag is dat dat is een soort hemel die open gaat. Geweldig. En dan denk je van, ja, je hebt een bepaald verwachtingspatroon hoe dat eruit ziet. Maar de nuances bij Sigmar Polke zitten in de stippen vaak. Daar heb je wat van die dot, van die raster paintings noemen ze dat. En het gaat vaak om de kleuren en de dichtheid van die rasters. En dan hangt het er maar vanaf hoe het er in echt uitziet. En als je dan ziet dat het voldoet aan alle topkwaliteit van zijn werk. Ja, dan denk je van, dat is ook de enige schilderij in mijn leven, geloof ik, waar ik niet op gepingeld heb. En ik wist dat ik het gewoon moest kopen op dat moment. En dat is een van mijn toppers in mijn collectie. Dat was trouwens het kunstwerk waar ik bij het stedelijk zou uitlenen. Maar dat is een van mijn van bijzondere ontmoetingen van een kunstwerk waarvan ik wist dat ik... zulke ontmoetingen heb je mij zelden. Dat je echt zegt van dat je een toontopwerk op zo'n rare manier kan kopen. Dat is denk ik het meest bijzondere. Je zou eigenlijk een huis van een paar voetbalvelden moeten hebben, zodat je alles aan de muur kunt hangen. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat is heel raar. Ja. Normale mensen die verzamelen bijvoorbeeld de postzegels, en die kunnen daar dan doorheen bladeren. Ja, maar die moeten er ook doorheen bladeren.
Ja, maar die hebben dat allemaal. Die hebben dat allemaal in één map. Ja. En die hebben dat bij zich. Die kunnen ik heb dat in één na meerdere stores. Ja. Maar ik heb het niet bij me, nee. Maar goed. Ja, maar per saldo, als je kunst verzamelt, dan heb je meer dan dat je aan je eigen muur kan hangen. Hè. Dat is de definitie van verzamelaar. Het is ook een soort hebzucht, weet je. Je hebt altijd meer dan dat je aan die muur kan hangen. Maar daarom leen ik ook heel veel uit aan musea. Omdat ik op die manier ook mijn eigen kunst in een hele andere... Ga je dan ook kijken hoe het daar werkt? Ja, absoluut. Ja, want ik vind het ook weer leuk dat als je weer een kunst uitleent aan een museum... die dan weer een heel andere insteek heeft. Een curator die een heel ander idee heeft van hoe kunst aan de muur moet hangen... of het in een andere setting doet of met andere kunstenaars laat samenkomen. Ja, dat vind ik geweldig. Vandaar leer ik ook weer meer van over mijn eigen kunstwerk. Dus het is dan ook weer heel leuk om dat om in die setting te zien. En daarom leen ik heel vaak uit. En dat doe ik in Nederland. Dat deed ik in Nederland heel veel. Nu wat minder met sinds de gebeurtenissen. En heel veel in het buitenland. En dat is ontzettend bevredigend. Dat als je in een soort faciliterende rol een museum kan helpen. Iets kan toedragen tot de vaste collectie van dat museum. Omdat het op dat moment een beter verhaal vertelt. Ja, dat is geweldig. Dat is enorm positief en motiverend. Ik zie nu een hele blije Bert Kreuk ineens oplichten. Ja, maar in het begin zie je ook, de boosheid en de ergernis die je ook in het boek heel duidelijk laat blijken. En vind ik wel meevallen. Nou ja, er zitten toch wel een aantal schuimbekkende stukken in waar mensen ontzettend van kunnen schrikken. Maar deze kant is er gelukkig ook. Ja. Nou, maar als ik over een bepaald deel... Ik beschrijf hier in mijn boek niet het hele kunstwereld. Hè? Absoluut niet. Hè? Laat ik daar duidelijk over zijn. Want eigenlijk is het grote gedeelte van de kunstwereld... is gewoon heel betrouwbaar en heel goed. Maar ik praat over dat kleine deel... wat toch wel heel invloedrijk is. Omdat ze namelijk al die contacten hebben in die kunstwereld. Dus dat is het tragische. Het gaat om een klein deel. Maar wel om een heel belangrijk deel. Omdat ze juist al die contacten hebben. En als ik over bepaalde mensen in mijn boek... te aardig zou hebben geschreven, dan zou ik het niet goed uit hebben gelegd. Ik ben benieuwd naar de impact van het boek en ik vond het heel fijn dat je er was. Graag gedaan. Dank je wel. En laten we het een beetje positief ook afsluiten met mooie muziek. Fantastisch. Dank je wel.